Inkoppers wordt mede mogelijk gemaakt door Masita, Woonoutlet Zuid, Decathlon Kerkrade en Monen Movies. Welkom bij Inkoppers. Het is maandag, dus gisteren zijn de wedstrijden gespeeld en vandaag gaan we de uitslagen bekijken. Maar we gaan het ook over met z'n tweeën hebben over de randverschijnselen en over de derde helft. Ja. Volgens mij moeten we daar maar gelijk over invliegen. Ja. Had jij een derde helft bij jouw voetbalclub? Bij Fortuna hadden wij zeker een derde helft. Ja. En dat was ook altijd gezellig en dat hoorde er ook wel een beetje bij. En dat is nu nog steeds, hè? Ja. Ga ik vanuit. Ja, maar ik ging er een beetje vanuit dat je op zo'n niveau dat misschien niet hebt, of juist wel. Jawel, je kwam altijd samen. Dus ja. Er waren natuurlijk altijd mensen die wel wat te zeggen hadden. Als je bijvoorbeeld verloren had en je dronk je pilsje, dan hadden ze er wel moeite mee. Maar ik bedoel, ja, het verandert de mens niet. Nou, waarom hebben we een derde helft? Tenminste, ik weet, op het niveau dat ik speelde, was het vooral om de derde helft te doen en we voetbalden nog leuk. Ja. Ja, maar jij hebt een ander niveau. Ja, maar het hoort ook een beetje bij het voetbal, Dimitri. Ja. Kijk nou, het amateurvoetbal ook. Het zijn toch inkomsten voor de kantine. Ja. De mensen vinden het ook leuk om even na te babbelen over het voetbal. Ja. En dan was dat bij ons dan op een hoger niveau, maar bij de amateurs gaat het net zo goed. Ja. En jullie hebben het over hetzelfde, of er wordt over hetzelfde gesproken. Dus, absoluut. Maar is het nog zoveel, de derde helft? Ja, volgens mij wel. Ik was laatst bij een club en dan heb je dat gewoon. Ja. Kijk, het is zo, je hebt de wedstrijd, dan heb je twee trainers en je komt de kantine in, zitten er nog 30. Ja. En dan begint het spel weer. En, dat is eigenlijk en dan wordt het nabeschouwd en dan de leuke zeker. Momenten iedereen nog eens heeft herhalen, daar zijn eigen mening over. Het heeft de charmes, vind ik. Het hoort er gewoon bij. Ja. Ja. Leuk, is gewoon leuk. Zijn er ook wel eens dingen misgegaan? Waar je naar de rand nog... Ja, ik van alles. Maar het is ook hoe je er zelf mee omgaat als trainer, als speler. Ik was als trainer bij een club. En ik verloor mijn tweede wedstrijd thuis met 1-2. En dan kom je die kantine binnen en daar stond een vast groepje, zo'n vijfde kolonne. Ja. Die stonden altijd in het hoekje bij zo'n biertafel. En dan kom je binnen en dan hoor je ze al van, ja, wat is dat dan van trainer? Hebben we dat nooit gehad, 1-2 verloren thuis. En ik had het gehoord, dus ik denk, ja, ze waren met 6 man. Ik bestel 7 bier, ik kom terug naar de tafel, ik zet de bier neer. Ik zeg, zo heren, wat was er allemaal fout? Vertel eens. En dan hadden ze zoiets van, oh, dat heeft nooit een trainer gedaan. Maar soms steken we wel eens op van die mensen. Ja. Je moet ze niet negeren, vind ik. Nee, en het is ook gezellig natuurlijk. Hè? Het is gezellig. Je hebt een pilsje erbij. En, laat ik zo zeggen, het hoort er echt wel bij. Maar het gaat wel overal anders. Hè? Tenminste, wat ik heb meegemaakt. Ja, dat denk ik ook. We kunnen niet overal zijn. Maar er zullen ook kantines zijn waar de meesten wel naar de wedstrijd meteen naar huis gaan. Ja. Ja, ik vraag me dat wel eens af hoe dat gaat. In de jeugd zie je veel dat men na de wedstrijd weggaat. Ja. Ik zie ook wel veel dat de jeugd voor een wedstrijd aankomt in het tenue. Mm-hmm. En dan eigenlijk zonder te douchen ook weer vertrekt. In het wedstrijd tenue. Ja, en dan zonder te douchen ook weer vertrekt. Ja. Dat vind ik wel dingen die vind ik een beetje apart. Ja, ik denk dat dat ook iets met cultuur te maken heeft. Ik heb een poos in België gewoond. Mm-hmm. En daar was het heel gebruikelijk om na de wedstrijd met z'n allen nog even iets te gaan drinken met het hele team. En je mocht pas weg als iedereen daar was. Ja. Maar ik vind dat wel heel erg goed voor het teamgevoel. Ja, maar voor de omzet, hè? Want de auto's leven natuurlijk ook. Ja, ja. Goeie zet inderdaad. Maar het gebeurt ook nog wel. Ik was laatst bij een damesteam aan kijken. En die hadden gewoon een eten geregeld na de wedstrijd. Mm. Maar ook elke wedstrijd dan, uit en thuis, kwamen ze terug naar de kantine. Mm. En gezellig bij elkaar. Ja. Dus het is er wel nog, maar inderdaad, ik denk niet meer overal. Nee. En toen jij bij Fortuna zat, hè, kregen jullie van de sponsor koekjes. Wij kregen alleen de bekende Lucoekjes, ja. Dat was onze pech, de andere hadden Panasonic, die kregen elke week een videorecorder elke maand. En wij kregen een mooie doos met koekjes. En jullie hadden mooi lui op... Ja, het stond heel mooi in de muur, hè. Ja. Als je een muurtje had, stond het heel goed erop. De 3 letters naast elkaar. Ja, dan wel. Ja. Oké. Okay. Maar als je kijkt naar kantines, hè, vind je het belangrijk hoe het eruit ziet? Nou, hoe het eruit ziet, ik denk iedereen... maakt de kantine naar zich eigen. Hè? Kijk, vroeger werd er vaker nog gekaart. Er zaten wat oud-leden die deden veel kaarten. Mm-hmm. En dat is nu toch denk ik een beetje weg allemaal. Hè? Het is wat hectischer geworden, wat drukker. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik zie dat de kantines soms heel modern zijn. En, Ook. De gezelligheid. Ook, als het erg groot is, is het minder gewoon gezellig natuurlijk. Ja, maar het is nogmaals, wie blijft binnen? Mm-hmm. En hoe is het... Hoe wordt het aangestuurd? Hè? Je hebt clubs die zeggen gewoon luisterverplicht, na de wedstrijd naar binnen.
Ja. Even samen zijn met spelers, wat supporters praten. Ja. Als je merkt hoeveel verschillende mensen in een kantine zijn en die ook hun eigen mening erover hebben. Dat kan een spelersvrouw zijn, dat kan een reserve speler zijn. Nou, dat ze nog even verhaal, dat iemand nog even verhaal komt. Ja, bijvoorbeeld van, is niks mooier dan een spelersvrouw en een trainer vraagt waarom staat mijn man reserve. Ja, dat is, maar dat gebeurt, dat heeft zijn charme. Ja, dat is mooi. Dus. Gaan we naar de uitslagen van het afgelopen voetbalweekend voor de amateurclubs en we beginnen uiteraard bij de vijfde klasse B. Eerste nederlaag voor Amsterraden op eigen bodem. Daar werd met 0-2 verloren van NEC 92 uit Heerlen. Jabeek beleefde een prima voetbalweekend en werd met 0-1 gewonnen bij Urmondia. En daarmee staan twee Parkstadse teams aan kop in de vijfde klasse B. Gaan we naar de vijfde klasse A. Verlies van de Parkstadse teams in het Heuveland. Haanraden ging thuis met 1-4 onderuit tegen RKMVC. Sylvia ging op bezoek bij VV Partij en daar werd het 3-1 voor de plaatselijke VV. Bij de hoogstgelegen voetbalclub van Nederland werd het duel gespeeld tussen Veilen en Rimburg. 3-0 was daar de eindscore. Gaan we naar 4C. Uitstekende start voor RKDFC Merkelbeek-Doenraden combinatie. Op eigen bodem werd er met 5-1 gewonnen tegen Sporting Sittard 13. In Limbricht werd de wedstrijd tussen Zwenty Bolt en RKSV Olympia Schinveld gespeeld. De ploeg ging met 2-0 onderuit. Geen goed begin van de competitie. Dan de klasse 4B. Grote uitslagen. Abdussebos ging in eigen huis hard onderuit tegen Rood-Groen uit Vaals. 0-6 werden daar. Kerkrade West tegen KVC Oranje. De Kerkraadse kraker eindigde uiteindelijk in een 0-7 overwinning voor KVC Oranje. Grote overwinning zat er ook bij SV Brunsum. 1-6 werden gewonnen bij Zwart-Wit uit IJs. Door naar de vierde klasse A. De derby in de gemeente Nut tussen VV Schimmert en Vaasrade werd uiteindelijk gewonnen door Vaasrade met 0-1. Hulsberg beleefde ook een uitstekend voetbalweekend. De kansen waren 50-50 in de uitwedstrijd tegen Polaris, maar uiteindelijk wisten ze de overwinning naar zich toe te trekken. Krijgen we 3B. Stuntelige uitslag bij Langeberg tegen Lindeheuvel Heidebloem. 4-7 werden daar. Langeberg is dit seizoen niet zo best begonnen. Tweede nederlaag en 11 tegendoelpunten. De Leeuw boekte een prima resultaat. Bij DVO uit Sittard bleef de wedstrijd steken op een gelijkspel. Alphasport deed het ook prima. Thuis werden met 2-1 gewonnen van VV Spouwbeek. Gaan we door naar de derde klasse A. Een aantal interessante potjes zijn hier in een gelijkspel geëindigd. Beginnen we bij Wijnandia tegen UOW, werd 1-1. Hellas tegen Walram 0-0 en Weltania spelen gelijk bij SCM. Sporting Heerlen deed het op eigen terrein uitstekend tegen het sterke SVME. 4-2 overwinning voor de club uit Heerlen. Dan krijgen we de tweede klasse G. We hadden een leuke derby opstaan, SC Simpelveld tegen Sportclub 25. En zoals dat bij derbies gaat, is het meest vervelende resultaat een gelijkspel en dat werd het helaas ook. 1-1 was de einduitslag. Hoensbroek doet goede zaken, wint overtuigend van de GM. Net zoals BSV Limburgia. Promovendus Heksenberg speelde op eigen veld gelijk tegen Halen. In de eerste klasse D stond er ook een kleine Parkstadse derby gepland. Voormalige hoofdklasse EHC was toch een maatje te groot en wist bij Schaarsberg de 3 punten te pakken en 5 keer het net te vinden. Bekkerveld komt niet goed uit de startblokken, thuis werden verloren van Wittenhorst. Als we dan kijken naar VV Chevremont, die deden het ditmaal wel goed en werd thuis gewonnen van VV De Valk. In de hoofdklasse B is Groene Ster helaas de koppositie kwijt. Er stond een wedstrijd tegen VV Gemert op het programma. Club die dezelfde week nog de wedstrijd tegen Feyenoord in de benen had zitten en uiteindelijk werd het toch Gemert die de punten pakte. De andere Parkstadse club had ook weinig succes afgelopen weekend. Minor verloor met hoge cijfers bij IFC. 4-0 werden daar. Wellicht volgende week meer kans voor de hoofdklassers. Mario, maar even over de feestjes en de partijen. Heeft dat ook een functie? Als trainer, deed je als trainer iets, bewust iets mee? Nee, ik denk niet als trainer dat je daar invloed in moet hebben, vind ik. Nee. Kijk, jij stelde je daar niet actief in op dat je zegt barbecueavond of feestavond? Die ideeën komen meestal wel van een leider, leider of van de speler zelf die mm-hmm. initiatief tonen. Mm-hmm. Dat is op zich ook gezellig en dan heb je het ook toch weer over voetbal. Ja. Dat kan een privégebeurtenis zijn, maar... Ja, dat zijn wel leukere dingen die voorkomen. Maar meestal is het toch een leider die dat wel bepaalt. Ja, en dat moet dan gespekt worden of betaald worden uit de boetepot of... Of met een goede sponsor, hè. Als je die een keer aanschiet na een wedstrijd. Als je een goede wedstrijd hebt gehad. Als je een goede wedstrijd hebt gehad en de man is in een goede zin of de vrouw. En dan... Een goede sponsor. Meestal is er ook wel een sponsor bereid om dat te doen. Ja. Of consumptiebonnen voor de jongens en zo. Ja. Dat maar een boetepot, gebeurt dat nog? Ik denk het wel. Ja. Dat hadden wij vroeger ook. Moeten dat serieus bedragen zijn of moet dat symbolische bedragen zijn? Ja, ik weet niet bij de amateurs hoe dat gaat. Hoe ging het bij de profs?
Ja, bij de post waren het redelijk bedragen. Ja. In mijn tijd in de gulden stand, maar het probleem waren is echt wel boetes, het deed pijn. Ja, maar het probleem is, ze gaan elkaar ook naaien. Ja. Ik bedoel, ik weet bijvoorbeeld bij een club hier in het zuiden, als daar de auto's niet in het vak werden gezet, maar op de streep van de parkeerplek, dan hadden ze een boete. Dus als die gasten aan het trainen waren en er was één geblesseerd binnen, die ging even de sleutels vissen van een paar jongens. En die parkeerde dan die auto's op met de banden op die witte streep. En dan kwam die trainer langs, dat was een boete en een boete. Ja, zo spek je de kast natuurlijk wel. Dus dat, ja, dat werd vaker gedaan. Oké. Okay. Ja. Even een ander puntje rondom de kantine en na de voetbal. Roken. Het mag niet meer in de kantine. Ja, ik heb het ook nooit gedaan. Maar het... nee. Het is verboden overal bijna nu, hè? Zowel binnen en nu gaan ze ook buiten verbieden. Ja. Dus ja, het past ook niet in principe bij een sportclub. Maar in mijn tijd, dat moet ik ook eerlijk zijn, er werden ook gerookt. Er waren zelfs 4 spelers die rookten. En die stonden dan gewoon op de gang? Nou, sterker nog, er was er zelfs 1 die rook in de rust. In de rust? Die zat op het toilet en dan ging de clubarts, die ging even langs. En die schoof hem iets onder de deur door en dan zat hij daar een pafje te roken. Ja, dat. En daar voetbalde hij beter door? Of, Je maakte niet aan hem, nee. Nee. Nee, want dat was onze keeper toen en dat was sowieso een aparte, want hij was ook de enige die een boterham met hagelslag nuttigde in de rust. Maar daar zit nog veel koolhydraten in als je inspanning doet. Ik weet niet of je die inspanning als keeper hoeft te doen. Maar het roken was wel apart en hij deed dat gewoon en dat heeft hij zijn hele leven bij mij weten gedaan. Ja. Ja, heel apart. Ja. En voor de rest deed niemand dat? Nee, ik zeg je, er waren toen in mijn selectie waren er een man of 4 die het deden. Maar dat stoorde mij niet aan. Zie jij verschil in het amateurvoetbal op basis van het niveau waar men speelt? Hoe men ermee omgaat? Want ik meen dat wel te zien. Hè? Ik denk dat als je op een lager niveau voetbalt, dan maakt het niet zoveel uit of je een keer wat meer gedronken hebt op voorhand. Of de avond van tevoren wat later is geweest. Dat wordt allemaal wel getolereerd. Ja, daar zijn voorbeelden zat van. Hè? Je hebt zat clubs die hebben bijvoorbeeld nog, als ze zondags moeten spelen, heeft iemand op zaterdagavond staat er een feestend in het dorp. Ja. Daar is de selectie ook aanwezig. Ja. Dus dat is bij die amateurs. Kijk, je moet het zo zien. Je hebt amateurclubs die willen presteren. Hè. Dat heb je toch ook. Ik denk dat iedere club wil presteren. Maar wat de echt lagere klasses betreft, denk ik dat je daar toch meer ook... Het moet gezelligheid zijn. Ze hebben een baan. Hè. Dan moet je nog eens trainen 1-2 keer in de week. Ja. De wedstrijd. Het slokt toch veel op. En dan mag je best ontspannen. Dus, ja. En ik denk ook wel dat het goed is voor de binding en voor de teamvorming. Er zullen best wel eens een keer een harde noot gekraakt worden in de wedstrijd die naar de rand bijgepraat moet worden. Ja, dat heb je natuurlijk wel. Maar je moet natuurlijk wel oppassen, want je hebt natuurlijk ook spelers die zeggen dat nooit zo tegen een trainer. Mm. Maar als ze dan weer in de kantine zijn geweest en ze hebben wat op. Dan kan het wel. En als je dan vragen gaat stellen is ook niet goed. Nee. Dat moet je gewoon doen op een trainingsdag. Nee. Ja. Maar goed, dat ziet dan vaak. Het komt voor. Kijk, er zijn natuurlijk ook dingen die zijn in de loop der tijd verdwenen uit de kantines. Hè? Als je nou ziet bijvoorbeeld tafelvoetbal. Ja. Volgens mij wordt er nog heel weinig gedaan. Ja, iedereen zit op zijn iPhone, denk ik. Ja. Ik denk dat daardoor komt. Of van de PlayStation, hè, met het voetballen. Maar het tafelvoetbal was toch ook wel eens gezellig. Ja. Er zijn nu nog cafés, die hebben complete competities. Dus, Ja, maar je ziet het inderdaad niet zoveel meer. Nee. Biljart stond er vroeger nog. Kaarten worden ook wat minder. En nu kun je alles met de iPhone en dat is allemaal individueel en iedereen is foto's aan het delen, denk ik. Als we zo doorgaan spelen ze de wedstrijd in de kantine. Ja. Nou, ik denk dat de komende wedstrijden die ik nog ga zien, dat ik ook eens zo'n derde helft nog ga bezoeken. Je mag rustig mee. Ik zal je uitnodigen. Zoek me een goede club uit. Ik weet nog één in Vaasrade. Ligt een goede club. Prima. Dat is ook gezellig. Oké, dat gaan we doen. Prima. En zullen we nu met water toosten? Ja. Op het einde van zullen de uitzending. Zullen we een beetje tegenzin dan een beetje? Ja. Oké, gezondheid. Gezondheid. Inkoppers werd mede mogelijk gemaakt door Marcita, Woonoutlet Zuid, Decathlon Kerkrade en Monen Movies.